TV en vandaag behandelen we de tweede, derde en vierde kwart zaterdag van het weekend van 25 oktober. Dat doen we met de trainer van Pekau, Harm Spijker, en de trainer van PPSC, in dit geval Henk Salari. Eerste seizoen? Tweede seizoen. Hoe kom ik dan bij eerste seizoen? Heb ik even gewoon een jaartje overgeslagen bij je? Denk ik. Maar vorig jaar ook nog gewoon dus. Lekker scherp begonnen. Goed. We zijn er weer. Zo dankbaar ook. Ja, mooi. Zo weten wie je bent. Komen we straks op bij PPC. Je ziet, wij kniepen niks. Laten we lekker beginnen in de tweede klasse C. CWO VDL. Een Vlaardingse. En dan moet ik gelijk een beetje Vlaardingen Schiedam. Dan moet ik bij aan jou denken. Wat is het dit jaar anders waarom CWO zo hoog meedoet? Dat is Vlaardingen maar sluizen. Ja, VDO is mijn sluis, maar ja. Bij CWO moest ik even van jou denken. Ja, ik heb er 3 jaar gezeten. Mooie club. Het is wat rommelig geweest. Ja, zo kan je het noemen. Zat je er ten tijde van de fusie of daarna al? Daarna. Ik heb de voorbereiding hebben wij op het HVO-complex gedaan. Nu zijn we naar het nieuwe complex gegaan. Op het, schitterend. En dan heb ik 3 hele leuke jaren gehad. Je hebt hier ook nog gezeten en toen was je niet zo blij met de club. Maar goed. Nou, niet met de club. Met bepaalde mensen. Ja. Maar het is voor de rest gewoon een hartstikke mooie club. En, ik vind het alleen maar leuk als het goed gaat. Het gaat nu. Het gaat redelijk het toch gaat goed. Dit weekend een jammerlijke nederlaag tegen VDL en Maassluis. Ja, nou, daar kijk ik niet van op. Want VDL heeft gewoon een heel aardig elftal natuurlijk. En dan hebben we het net een beetje over. Een hele leuke trainer. En er lopen wat gasten omheen. En waar ze het mee samen doen en die hebben het aardig op de rit staan. En ze staan nu met z'n tweetjes gelijk. Ja, het staat allemaal zo dicht bij elkaar. Ja. Het is, je verliest 1 keer en ze stonden bovenaan en gelijk klappen er een paar overheen. Lira, Bifair, DWO, VDL en CWO staan op 13. RCL staat er nog bij, BVCB. Ja, vindt aansluiting. Twee keer winnen. Zo zie je maar weer. Het klopt inderdaad in elkaar. En het is natuurlijk leuk, de CWO een tijdje natuurlijk echt bovenaan gestaan. Nu zakken ze weer een beetje weg. Maar wel leuk om te zien dat de CWO na al die jaren toch een beetje onder in de middenmoot net erin blijven. Vorig jaar op 1 punt erin blijven. Dat je dan nu lekker bovenin kan meedoen. Dat geeft ook wel een beetje elan aan je club. Dat is wel lekker, dat is leuk. Dus er komt een stukje positiviteit vrij binnen zo'n club. Is er nou een afdeling, een zwakke afdeling? Hoe moet je erover praten? Want er zitten een hoop bij die gedegradeerd zijn, een flink aantal die gepromoveerd zijn, Soccer Boys. Ja, als je kijkt naar DWO, Westlandia, zijn allemaal gewoon ploegen die het wel goed doen. Soccer Boys heeft het dan lastig, wel opvallend is, als DCV bovenin meedoet in die andere afdeling en daar tweede wordt en het niet haalt, Soccer Boys wordt wel kampioen en hebben het moeilijk in deze afdeling. Ja, dan zou wel, als het dan om scorebord journalistiek gaat, dan zou dit dus een zwaardere afdeling moeten zijn. Om te zeggen dat een afdeling lichter is. Wat wel kan is dat je in sommige afdelingen heb je een aantal negens en een aantal vijven. En je kan ook wel eens een afdeling hebben waar allemaal zevens en zessen in zitten. En dan is elke wedstrijd gewoon volle bak gaan en kan het kwartje keer een andere kant opvallen. Dus ik denk dat, en dat zie je trouwens door die nieuwe herindeling sowieso, dat er echt een aantal afdelingen zitten waar de onderste en de bovenste maar een paar puntjes van elkaar af blijven staan. En je ziet het aan BVCB, stond wat onderin, zijn nu zevende. Ja. Ja. Door 2 overwinningen op rij. Tussen de nummer 14 en nummer 9 zit 3 punten. Ja. En tussen de nummer 7 en nummer 1 zit 3 punten. Dat is lekker. Moet je een keertje winnen. Nee, we komen er straks bij jou ook op. We hebben precies zelf natuurlijk. Hoe is dat voetballen? Als je weet dat je moet sowieso winnen, want anders. Maar als je wint, dan stijg je ook flink. Ja, ik denk dat het wel moet motiveren bij je spelers. Daar komen we dadelijk op terug. En mijn ploeg is wat dat betreft heel gemotiveerd, heel simpel. Maar nog even op CWO terug te komen. Ik heb er 3 jaar gezeten. Wij hebben 3 jaar bovenin meegedraaid. Toen is Danny Molendijk gekomen. Toen zijn ze er vorig jaar net ingebleven. Maar ze hebben wel de groep grotendeels bij elkaar kunnen houden. En ik denk, waar we het er van tevoren even over hebben, dat is toch wat ervaring. En als je zo'n groep bij elkaar kan houden, kan je daar wat verder op doorknijden als trainer. Met wat jongens erbij. Ja, en dan zie je toch dat het op een gegeven moment een beetje gaat lopen. Ik krijg best wel wat informatie wat er allemaal gebeurt bij de club. Kun je delen? Wat zeg je? De informatie die ik heb? Jawel. Chris Latipurissa die is gestopt bij de club. En die belde mij 2 weken geleden op of die bij ons wat kon gaan doen. Die deed het tweede helftal. En die hebben jullie assistent worden van tweede geloof ik? Die wordt bij mij assistent bij tweede. En,
Ik heb met hem samengewerkt bij CWO. En die samenwerking vond ik wat leuker als hoe het nu ging bij de club. En, er zijn nog wat mensen, wat spelers zijn wel gestopt. Maar ik denk dat ze wel de goede spelers overhouden. Hè? Ik denk als je stopt met voetballen bij een club, of je nou een trainer aardig vindt of een speler niet aardig vindt, moet je natuurlijk nooit de boel in de steek laten. En daar hebben we zelf ook een beetje mee te maken op dit seizoen. En dat is toch een beetje minder. Maar daarvoor vind ik het wel leuk dat het goed gaat bij CWO momenteel. En hebben ze een ambitie uitgesproken dat je weet bij CWO? Nee. Dan mogen ze dat onszelf laten weten. Op bestuurlijk niveau zijn ze ook aan de weg aan het timmeren. Nieuwe bestuursleden, ze hebben wat nieuwe commissies in het leven geroepen. Wat we noemen een barcommissie die alles op poten zet met meer barpersoneel. Dus de club is wel groeiende. Dus dat is wel leuk om te zien. Goed, we gaan in ieder geval CWO in de gaten houden. Soccer Boys en BVCB uiteraard ook in deze afdeling. En de BVCB had een mooie overwinning bij Monster. En Soccer Boys verloor helaas met 0-1 van DWO. De eerste periode kampioen in 2D is bekend. Helvoet. Papendrecht. Papendrecht. Helvoet is naar de derde klasse. Papendrecht is periode kampioen geworden. Ja. Heeft de wedstrijd niet af kunnen maken, want scheidsrechter Kuub heeft er een handje van om vlak voor tijd nog wel eens te denken van nou, het zit er bijna op, ik ga naar binnen. Maar er zijn er nog een paar minuten te spelen. En ook dit weekend vlogen er wat woorden om zijn oren waar hij niet van gediend was. En dus staakte hij de wedstrijd Neptunus-Papendrecht bij een stand van 1-2 wegens opmerkingen uit het publiek. Insiders zeggen dat het woord maffert de aanleiding was om niet meer terug te komen op het veld. En dan denk ik, ja, dat heb ik meer gehoord bij meneer Kuub. En zij hebben er nog een paar. En dan denk ik, wat schiet je ermee op? Ja, ik heb op Facebook staan wel wat dingetjes. Er waren ook wat mensen van Neptunus die daarop reageerden. En op Voetbal Rotterdam stond ook een stukje, waar stond wat reactie van, ook van een mevrouw. En die had het erover dat volwassen kerels zijn langs de lijn. En ze wisten allemaal waar, over wie ze het hadden, dat ze het nooit leren. Dus of het alleen maar maffert gezegd is, weet ik niet. En dat is er ook wel weer, hè? We zijn allemaal, maar we hebben ook wel, voetbal is emotie. Ja, wel, natuurlijk. Wordt er gezegd. Ja. Maar tot op zekere hoogte. Als 85 minuten lang er van alles zomaar semi-grappig gezegd wordt, hè? Dat gecultiveerde voetbalvandalisme, wat ik al vaker gezegd heb. Dat moeten we dan allemaal grappig vinden, je moet er allemaal maar tegen kunnen. En ja, het kan zijn dat je er gewoon een keer klaar mee bent. Alleen, mijn gevoel is, als het in de 85e minuut is, denk ik... Ja, 89e minuut. Ja. Je doet daar jezelf als scheidsrechter. Het maakt er een aantekening van na de wedstrijd en pakt die ene minuut nog. En dan, dat scheelt heel veel romslomp. En nu zou het zomaar kunnen zijn dat je voor die ene minuut... want volgens mij een jaar geleden in een iets andere situatie is er ook een wedstrijd voor 4 of 5 minuten nog overgespeeld door een staking. Dat je dan wel heel veel overhoop moet halen om dat dan voor elkaar te krijgen. En er zijn heel veel mensen bij betrokken die eigenlijk niks van doen hebben met dit incident. Nee, en dus, toch een beetje een gek feestje, want je wint de periode. Ongeacht de uitslag, ja, Neptunus Papendrecht. Omdat Lombardijn natuurlijk onverwachts verliest. Dus je hebt zonder, ja, met een wedstrijd minder heb je nu toch die periode. Geen feestje, een staking. Het zal allemaal terecht zijn. En ik bedoel... De scheidsrechter staat er in het veld en die zal het echt wel goed hebben ingeschat. Zeker in de tweede klasse, je wordt altijd waarnemers langs de kant. Dus de scheidsrechter zal echt wel weten wat hij doet. Maar het is natuurlijk wel heel zonde. Ja. Ja, wat betekent het voor Neptunus? Ook dat. De KNVB kan ook weer, dat is toch onafholbaar wat hij altijd doet. Ja, je kan weglopen en 50 euro boete krijgen, daar komen we straks nog op. Ja. Maar dit kan je gewoon heel schadelijk... Misschien wel punten zo, ja. Ik weet het nooit. Nou, laten we hopen dat het zover in ieder geval niet komt. Wat me opvalt is dat na Papendrecht alles open ligt. DCV pakt een puntje uit de tweede helft. Blijft knap, DCV. En stijgt naar de tweede plek met 1 punt. Ja, ja, nee, dat is gewoon heel knap als je als promovendus dat kan doorzetten. Met bijna hetzelfde elftal. Ze hebben natuurlijk wel wat fenomenen. De Reuver en Van Dier die in de voorhoede. Ja, dat is natuurlijk... Dat helpt wel, hè. Maar goed, het is wel knap, DCV. En waar ze van de zondag vandaan komen, misschien gaan ze daar nu op de zaterdag ook weer gewoon naartoe. Dat is knap. Trainer Kruijbeek was weer niet te spreken over die zelf. Toevallig ben ik 2 weken geleden geweest. Dus stonden ze 1-3 achter. Nu stonden ze in eerste instantie 0-2 achter en werd nog vlak voor dus 2-1. Hij wisselde de 3 verdedigers. Ja. Ja. Nou, dat is wel duidelijk. Ja. Toch? Dan, uiteindelijk werd het nog 2-2 en, zoals ik al zei... stijgen ze naar de tweede plek. Veerkracht is ook een kwaliteit. Ja, de tweede met 12 punten. Oude Maas wint met 2-0 van Zuidland.
En staat, geloof ik, tiende op 3 punten. Zo dicht staat het bij elkaar. Iedereen wint daar van iedereen. Het moet het natuurlijk niet raar vinden. Ik moet zeggen, ik was er net ook schuldig aan. Ik zat naar de score te kijken. Ik denk, ik sta net zoveel punten bijna af van de nummer 1 dan van de nummer laatst. Maar ja, dan ben je ook nog maar 7 wedstrijden ver. Hè? Dus als je die 21 punten een beetje verdeelt over alles, dan blijf je altijd wel in de buurt staan van elkaar. Dus ik wil dat ook niet overdrijven. Maar voorlopig heeft de Oude Maas in ieder geval hele goede zaken gedaan in deze afdeling. Ja, en eigenlijk ook, ik ben zelf eens kijken dan. En wat me opviel, want ik ben die week daarvoor bij Zuidland geweest kijken tegen Portugal voor de beker. En nu moesten ze ook, toen stonden ze 1-0 achter, nu stonden ze 2-0 achter. In de tweede helft een halve, laten we 1 kans noemen. Terwijl je 2-0 achter staat, ja, dan kan je niet winnen ook. Dan win je niet echt veel, nee. Nee. Ik heb Zuidland 3 jaar in de competitie gehad. 2 jaar in de competitie met CWO. Ik vind het altijd een hele goede ploeg. Er is niet zo heel veel verlopen volgens mij. Ja, Duitse is weggegaan. Dat is wel een belangrijke speler. Dan mis je score het vermogen. Volgens mij de keeper nog. Dat is in jouw jaar ook kampioen toen. In de tweede klas. Ja. Stonden ze heel ver voor en toen werden ze haast nog achterhand. En toen werden ze toch terecht werden ze kampioen, want het was een hele goede ploeg. Je zag ook dat beide, en dat vind ik wel in deze afdeling ook. En DCW heeft er een handje van Zuidland, Oude Maas, dus ongetwijfeld zullen er meer zijn. Ze willen wel allemaal voetballen. En dat is wel het leuke eraan. Het is niet altijd even goed, hè? Paasje achter de man, paasje breed die uitgaat. Maar dat vind ik altijd wel de charme. Ja. En ze willen wel voetballen in ieder geval. Nou, dus, keeper Jacob van der Belt had nog een groot aandeel door een pingel vlak voor rust te stoppen. Waardoor Oude Maas met 2-0 ging rusten. En uiteindelijk ook dat de eindstand werd. Andere promovendus dan, als we het toch over promovendus hebben, meneer Spijker. Piers Hill? Ja, 0-1 bij Spirit. Dat is wel een ding. Nou heeft Spirit ook wel een hele slechte wedstrijd gespeeld. Hebben natuurlijk ook last van een aantal blessures en spelers die er niet bij konden zijn om een of andere reden. Dus dat is zo. Nou, we komen door een slordigheidje of een persoonlijke fout op het middenveld komen ze 1-0 achter. Alex van Dijk? Ja, en wat ik begrijp, de tweede helft ging Spirit toch min of meer door zijn ondergrens heen. Ze hebben er wel alles aan gedaan, maar Piers Hill heeft het er eigenlijk nog best makkelijk uitgehaald. Het potje is gewoon scherper begonnen. En, Spirit het gaat nu richting de onderste regionen. En goed, dat hebben ze wel een keer eerder gedaan. En uiteindelijk hebben ze de promotie nog gehaald, maar ik zou er geen traditie van willen maken. En dus nu je ziet dat Strijen ook weer zijn puntjes gaat pakken. En dan moet je wel gaan oppassen. Hoe kijken we dan in Berkenwoude tegenaan? Nou ja, in Berkenwoude is wel zijn er wel een aantal spelers die aan het eind van de wedstrijd, na een half uurtje na de wedstrijd, hè, als je je eigen adrenaline verwerkt hebt, dan toch nog even kijken wat ze met Spirit gedaan hebben. Die hebben er wel een warm gevoel bij. Vinden het ook altijd wel leuk. En je gunt ze ook wel van harte heel veel. Dan. Meestal na 3 kwartier na de wedstrijd weet ik ook wel weer wat Spirit gedaan heeft. Dus dat is en hopen we dan volgend jaar op de derby weer? Nou, we maken het ons daar zelf erg lastig bij. En ik hoop dan weer niet dat Spirit, voor Spirit hoop ik niet dat ze degraderen. Dus dat gun ik ze ook wel weer het beste. Ze zal het van ons moeten komen, maar daar komen we straks nog wel even op terug, denk ik. Hartstikke goed. In 3B verloor Berkel de burenruzie met DSVP met 2-5. En daardoor blijven zij wat onder in de stand hangen. En in 3B hadden we niet de eerste periode kampioen, want die hebben we net natuurlijk al besproken, Papendrecht. Maar wel een periode kampioen, Hellevoetsluis. 3B Zuid. 3B Zuid. Ja, was daar zelf. Ze kwamen binnen een kwartier, kwamen ze 2-0 voor. Uiteindelijk wordt zo'n wedstrijd dan 5-2. Maar goed, daar is al genoeg over gezegd, over de onderste 7 en de bovenste 7 in die afdeling. Ik denk dat het wel een knap prestatie is, en omdat Nieuwhoorn een verrassend verloor van DBGC. Maar goed, ik heb de beelden ook van DBGC gezien en die hebben de kantine achter zich dicht gedaan in Nieuwhoorn, letterlijk. Met Sepp voorop, die 3 keer scoorde. Dus fantastisch, 2-4 gewonnen. Ik heb ook beelden uit de kleedkamer gezien en dat was 1 groot feest daar. Dus van harte ook een hele jonge, leuke ploeg, DBGC, dus weer, knap weer. Winnen met 2-4 en daardoor was Hellevoetsluis opeens periodekampioen, van harte. Maar de jongens zelf zijn daar niet zo heel erg mee bezig. Is leuk, klinkt een beetje hotel natuurlijk, van periode, maakt het uit, we gaan voor het kampioenschap. Maar zo leeft het gewoon bij Hellevoetsluis. Ze willen gewoon echt terug naar die tweede klasse en ze willen kampioen worden. En dan is zo'n periode lekker om in de zak te hebben, maar moet niet afleiden van het uiteindelijke doel. En ik denk dat je dan DBGC als goede tweede, dat die de druk er nog wel op zullen houden. Want die zijn een beetje minder begonnen, een paar keer een gelijkspelletje. Maar hebben inmiddels ook wel de smaak te pakken, dus
Een feestje zal er niet minder om zijn. Aanstaande zaterdag in Hellevoetsluis als ook het tweede, ook het tweede periode kampioenschap gepakt tegen Pennis. DBGC, op antwoord, hè, drie keer Jeroen Sepp, die Nieuwe Horenveld. Nieuwe Horen, is dan ook wel. Ben je wel eens van het veld gelopen? In oefenwedstrijd, niet in de competitie. Nee, beker wordt wel eens beschouwd als een oefenwedstrijd. Beker is gewoon. Beker is beker. Winnen. En een oefenwedstrijd kan je nog wel eens verkiezen. Dus je denkt van ja, volgens mij staat de tegenpartij niet helemaal met de juiste intentie in het veld. Je wil ze sparen voor je echte wedstrijd. Dat je zegt van hier zijn we geen oefenwedstrijd voor aan het spelen, maar een bekerwedstrijd. Beslissing van de scheidsrechter niet helemaal mee eens en dan loop je weg. Gevolg, voor in dit geval Nieuwe Horen, gevolg uit de beker. Maar ja, je stond 1-2 achter tegen VWOR. En €50 boete. Nou, daar hebben ze even voor elkaar gelegen, denk ik. Ja. Wij speelden vorig jaar bij Herman Dat met PPC. Als je ook zo'n verhaal, PPC heeft ook zoiets gehad dat ze terug moesten voor 20 minuten naar SO een aantal jaren geleden. En dat was ook wel een scheidsrechter. En daar hebben we binnenkort een gesprek mee met de KNVB erbij. En er waren ook wat mensen van onze club. En nou, bij ons is er eentje die het woord K gebruikt of rare dingen roept. Het zijn allemaal best wel allemaal nette mensen. Ik heb bij andere clubs heb ik wel andere dingen meegemaakt. En die roepen alleen maar naar zo'n man van, joh, het lijkt wel op de wedstrijd SO. Tuut, hij staakt de wedstrijd en 2 punten mindering. Waardoor hadden we bijna de derde periode door kunnen verliezen. €350 boete. Zo, dan kan je beter er vanaf lopen. Ja, dan kan je beter weglopen. Ja. Dan krijg je €50. Ja. Dus dat is wel geschreven. Ja, hè? Maar dat is volgens mij een discussie die ook wel heerst. We hebben de tuchtzaken lopen niet helemaal gelijk met elkaar. Ik dacht dat het een tikfoutje was toen die 50 zou staan. Ik denk, ja, dat was een nul vergeten. Ja. Nee, helaas. Of tenminste, helaas. Ik bedoel, ik gun niemand dat ze moeten betalen. Nee. 3C. Rome PPSC 5-3. En ik zat op Twitter en toen zag ik 0-1 al heel snel voorbij komen. Toen dacht ik zo. Ja, was na een paar minuten. Het was een ouderwets. Je scoort namelijk veel, maar je krijgt er helaas ook veel tegen. Ja, we hebben de meeste goals gemaakt van de afdeling. 19 goals en 7 wedstrijden, dat is niet verkeerd. Nee. En alleen we hebben er 22 tegen, dat is wat minder. Nou, dan kan je zeggen dat je te aanvallend speelt. Maar dat heeft er denk ik niet heel veel mee te maken. We hebben op een gegeven moment in de voorbereiding hebben met de spelers een afspraak gemaakt hoe we willen gaan voetballen in het vervolg op vorig seizoen. We hebben heel de groep bij elkaar kunnen houden. Met wat potentiële versterkingen erbij. Dus we hebben gewoon aangegeven, joh, we willen gewoon het initiatief gaan pakken. En elke keer proberen de tegenstander onder druk te zetten. Nou, we gingen in de voorbereiding ging dat wat minder. Omdat we dat met alle spelers een beetje moeten gaan proberen. Hè. In zijn voorbereiding waar iedereen aan het voetbal toe kan. We hebben op een gegeven moment een paar wedstrijden gezegd, joh, we doen wel iets behoudender beginnen. Omdat we wat snelheid achterin tekort kwamen. En toen, ik heb ook aangegeven, de voorbereiding loopt nog een week of drie door. Hè. We hebben een grote groep. En die loopt nog een week of drie door in de competitie en dan moeten we er gewoon gaan staan. Maar toen hebben we gezegd, joh, nou, vanaf nu gaan we gewoon spelen zoals we afgesproken hebben. We hebben keuzes gemaakt met wat voor spelers dat we dat gingen doen. En dat gaat gewoon goed. We zetten de tegenstander onder druk en we proberen zo snel mogelijk een doelpunt te maken. En dat lukt allemaal, alleen je maakt heel veel persoonlijke fouten. Ik moet heel erg goed nadenken om een hele mooie goal te herinneren die we tegenkrijgen. Dat zijn bijna allemaal persoonlijke fouten. Ja, dat is wel eens heel vervelend, zeker voor je voorwaarts, als je constant doelpunten maakt en je krijgt elke keer 3 of 4 tegen. Ja, want je hebt een kwaliteitsinjectie gehad, want dat zie je ook wel aan het aantal doelpunten. En wij komen ook bovendrijven, ik maak me ook helemaal niet ongerust. Maar die kleine dingetjes, dat heeft misschien met een beetje ervaring te maken. Het slijpt er ook een beetje in. Hè. Zaterdag staan we 1-0 voor, we spelen gewoon helemaal van de mat, komen we er niet aan. Leonard het Hart, zijn trainer van Excelsior Pinnis 2, die heeft mij nog gespeeld toen ik bij Pinnis trainer was. Die zei er op Facebook, ja, ik heb het eerst al een uur gezien, maar hij zegt gewoon tweede klas waardig, qua voetbal. En dan wordt het 1-1, door een persoonlijke fout. En dan zie je toch iets gebeuren in zo'n groep, weet je wel. Dan wil je verdedigers de bal niet meer hebben als de keeper hem heeft. En wordt toch wat angstig. Nou, kom ik 2-1. Ik heb een goal gezien op voetbal gedaan, dat wordt dan betiteld als de mooiste goal van het weekend. Nou, met een vraagteken, hè? Ja, we krijgen niet alle beelden. Nee, die van ons is dan niet opgenomen. Saïd, die maakt net 5 meter op de helft van de tegenstander. Die ziet de keeper voor de goal staan en die schiet hem zo het kruis. Dus dat is denk ik de mooiste. Nou, die staat jammer genoeg niet op beeld. Dan maak je 2-1 en dan denk je, nou, dan krijg je het gevoel, weet je wel.
Dan maken we weer een fout, een verkeerde aanname waardoor iemand anders in moet grijpen, waar een penalty uitkomt. Wordt het 2-2. Ja, dan wordt het heel vervelend. En dan wordt het 3-2. En dan denk je in de rust, dus dat we het recht. En dan gaat iedereen vol vertrouwen het veld op en wordt het heel snel 4-2. Dan komen we op 4-3 door Kevin dan. Liever. Ja, en dan denk je, nou, dat gaat nog gebeuren. En dan ga je ook aanvallen de wissels toepassen en dan ben je aan het drukken. En dan kunnen zij ook nog 2 goals maken hoor, want dan pak mijn keeper, pak gewoon 2 wereldballen. Ja, maar dat zit dan in zo'n wedstrijd opgesloten en dan wordt het in de 92e minuut worden nog 5-3. En dat is dan heel dat kan gebeuren. Ja, simpel, maar er zit gewoon voetbal in het elftal. En als we wat scherper in de verdedigende acties worden, dan heb ik er alle vertrouwen door bovenin komen te staan. Ja, want er is ook nog van alles mogelijk. Hè? Je staat nu gedeeld laatste, ja. Maar 2 punten achter op geloof ik de nummer 7. Ja. En bovenin staan... Nou ja, verrassende namen. Promovendus Portugal heeft gewoon een heel goed team. Ja. Ketel Spaarland heb je al tegen gespeeld. Ja. Wat is dat voor een team? Nou, toen tegen ons vond ik het een heel stug elftal. Maar er staat wel een team op het veld. En zakken wat terug. En een hele goede omschakeling bij balverovering. Dat is gelijk de eerste bal diep. En dan staan ze ook in één keer bij een goal. En wij spelen dan gelijk tegen ze 3-3. En die hadden we in principe wel moeten winnen. Maar daarna hebben ze gewoon een serie neergezet. Heel veel respect, een goed elftal. Aardige spits lopen natuurlijk. Is dat die Noteboom? Ja. Juri. En dan, Roze van Excelsior 20 is er natuurlijk toegegaan. Die heeft heel veel meegemaakt natuurlijk bij Excelsior 20 al. Is dat Leon Roze? Leon Roze volgens mij. Die speelt toch bij HBS? Dan is het Melvin. Oké. Ja, ook heel veel ervaring. Er staan wat jongens achterin die al een aantal jaren in het eerste elftal voetballen. Dus best wel een heel goed elftal. We staan niet voor niks tweede. Nee, want je ziet ook, hè, pakken Rijnmond Hoofd, die sport thuis, met 4-1, dat is niet iedereen gegeven. En zo zag ik ook bijvoorbeeld Sion Vlotbrug 5-1. 5-1, ja. Drie keer Koetsier, maar dan denk ik van ja, dat zijn forse uitslagen die je niet direct kan, naar aanleiding van de stand die de, kan herleiden. Dat is een beetje de afdeling bij ons. Ja. Iedereen kan dat bedoel ik inderdaad. Ik denk dat we echt een berensterke afdeling hebben. Het is ook vaak alles of niks. Ja. Veel goals. Zie ik de ploeg als... Vlotbrug en SVS en ook Excelsior Rotterdam. Dat zijn hele goede promovendi geweest. Nou, Vlotbrug dan niet. Vlotbrug hadden we eigenlijk al veel meer van verwacht. Een goed middenveld. Een spits die overgekomen is van Hellevoetsluis daar gaat voetballen. En SVS, die ook gewoon nog een wat versterking hadden. Vorig jaar in de vierde klasse ook al echt een goed team hadden. Met een aantal spelers die echt buiten categorie zijn. 16 over die op 8 punten staat. Ja, die vallen me dan weer heel erg tegen. Ja, nou, ik denk dat een beetje hetzelfde laken pak is als met PPSC. Je voelt in alles dat daar veel meer in zit. Alleen, je hebt geen wedstrijd dat je eventjes het geluk kan pakken. Hè? Dat je even denkt van, hey, we krijgen wat meer ruimte. We pakken even wat vertrouwen. Je loopt er even met 5-0 overheen. Want je laat een steekje vallen en je staat gewoon 1-0 achter. Dus dat is echt wel een hele zware afdeling. Dus, maar wel leuk, met veel goals. Ja. Nou, zeker voor de neutrale toeschouwers. Ja. Ik denk dat wij steeds meer publiek gaan trekken. Wij staan garant voor heel veel goals, voor en tegen. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Maar die tegengoals moeten eruit. Dat moet wel een positief saldo worden. Ja. Dus, ik heb al wat tegen het bestuur gezegd, je moet intregen even. Tafeltje bij het hek. Ja. 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 Maar wij gaan gewoon boven je mee draaien. Ik wil het zeggen, je staat nu 11e. Ja. Ik heb je bestempeld als potentieel top 4. Ja. Moet haalbaar zijn. Nou, dat gaat gewoon gebeuren. We staan 6.8 op Roon, die staan derde. En als je de ploeg gezien hebt, met alle respect die we tegen hebben gehad, dan denk ik dat we voetballend gewoon in potentie. Hè. We laten het nog niet elke wedstrijd voorop zien, wel gedeeltes van wedstrijden. Ik denk dat wij de meeste kwaliteit hebben van de ploegen die ik tot nu toe gezien heb. En wanneer dat dan zich uitbetaalt, dat houden we natuurlijk in de gaten. 3C Zuid. Ja. Ja, je begint al een beetje te lachen. Ja. 2-2. Ja, puntje. Ja, dus zo gaat het elke week. Ja, 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 ik zag 4 gelijk spelen. Ik wou net zeggen, 1 keer gewonnen, 4 keer gelijk, 2 keer verloren pas. Ja, ja, ja. Precies zo. Ja, je kan beter een keer winnen, een keer verliezen, zeggen. Ja, ja, absoluut. Nou ja, we doen daar ook wel onze stinkende best voor, daar gaat het niet om. Maar het pulletje valt nog niet goed. We krijgen alle complimenten over ons spel. En elke keer moet je dan horen van, ja, je bent echt een tegenstander waar je gewoon nooit makkelijk van gaat winnen. En ja, als je ploegen ziet die we dan zelf, waar we gewoon de punten uit moeten halen, die drijven nu bovenin mee. Staan tweede, derde. Doen we ons thuis weer tekort. Dan zitten we weer in de kleedkamer aan het eind van de wedstrijd. Met zo, wat waren er weer dichtbij? Waarom hebben we het weer laten lopen? En het zijn zulke kleine dingetjes die het verschil moeten gaan maken.
Ja, en die moeten wel. Die moeten wel gaan vallen. Dat moet wel gaan gebeuren. Maar dat gaat ook gebeuren. Je voelt dan alles in de groep. Dat het alleen maar beter gaat en beter wordt. En we hebben nog geen één keer echt op onze falie gekregen of iets dergelijks. Dus we blijven wel overeind. Maar we moeten nou de 3 punten er een keer uit gaan halen. Ja, het, simpel is dat. Het viel me op dat je hebt er recent 2 keer Schoonhoven achter elkaar gehad. Ja. In de competitie gelijk en in de beker win je. Ja, die staan 4e. Ja. En dan speel je nu tegen de nummer 13 en dan speel je ook gelijk tegen. Ja, nou ja, met het, en tegen Altena, die staan nu 3e, spelen we 3-3. En de Herovina, ja, het zijn allemaal van die gelijke spelen. Er wordt ook dik gescoord. We hebben 15 voor, 15 tegen. Zij zeggen, nou ja, dan doe je het voorin goed en dan heb je achterin wat minder. Nou, dat is dan ook niet het geval, want je doet het met elkaar in zo'n elftal. En omschakeling betekent dat je gewoon met je middenveld en voorin ook... mee moet doen in verdedigende taak. Dus zo makkelijk is het dan ook niet. Maar ik ben blij dat we in ieder geval scorend vermogen goed op orde hebben. Dus dan kunnen we ons meer gaan richten op zorgen als we er dan 3 in geschoten hebben, dat de tegenstander er niet 3 in schiet. En nou ja, dat is leuk. Er is heel veel positiviteit in de groep. Er is ook geen moment dat er bij ons iets heerst van oh, we kijken eerder naar boven van het zijn maar 7 punten naar de nummer 1 dan het zijn maar 6 punten naar de nummer laatst. Maar ja, je moet wel op een gegeven moment wedstrijdjes met 3 punten gaan pakken. Want dan maak je het je leven wel een stuk makkelijker. Hoe is het met de plaatselijke pomphouder? De plaatselijke? Pomphouder? Ja, pomp. Ja? Ik neem aan dat je niet alles met een pontje doet. Ja, nee, ja, dus die pomphouder die moet ook binnenstromen. Nee, we hebben een pontabonnement. Oh, echt? Je gaat ook met een pontje? Ja. Dat zijn onze dikke vrienden bij de pomp bij Bergambacht. Nou ja, goed, daar is heel veel over gezegd. En ik moet zeggen, dat zag je afgelopen zaterdag ook, hadden we een Oktoberfest. En de tegenstander had gewoon een bus geregeld en hadden daar rekening mee gehouden. En die zeiden voor de wedstrijd al van, ja, we blijven hier de hele avond voor het Oktoberfest. En dat, zeg maar, je merkt gewoon aan alle kanten dat je tegen heel veel tegenstanders in onze afdeling speelt. Die het vooral allemaal doen voor een hele leuke zaterdag. En dat voetbal een onderdeel is van een hele leuke zaterdag. Dat er op het veld heel veel strijd is, want het is echt 90 minuten gaan als de brandweer. Hoor. Dat is echt... ongelooflijk. Er zit zoveel energie in die ploegen. En je moet echt, nou ja, dat zie je maar weer. Je kan voorkomen, maar je moet 90 minuten recht overeind blijven staan. Dus het is echt geen makkelijke afdeling. En dan veel strijd. Maar dan echt, als het fluitsignaal is gegaan, dan allemaal een handje en een sapje. En heel veel respect voor elkaar. En allemaal leuke dingen over elkaar zeggen. Dus dat is echt een hele leuke verademing eigenlijk. Een hoop ouders mee van de spelers. Ja, die zijn nog nooit in Bergwouden geweest. Nou, gewoon een brilletje op. Nou ja, goed. Het busje. Ik bedoel, Bergwoude is toch een klein beetje de hoofdstad van Krimpenerwaard. Nou, er zijn een mening over. Ja. Maar nee, zonder gekheid. Nee, natuurlijk, ja, zeg maar, dat geldt voor al de dorpen. Dat geldt ook voor Ameide en Groot-Almis. Maar er komen wel heel veel mensen mee. Ook met de uitwedstrijden van Ameide komt ook gewoon iedereen weer mee. En heel veel betrokkenheid bij die clubs. Wij zijn ook de enige club in Bergwoude. Er is gewoon heel veel betrokkenheid vanuit zo'n dorp. Het is echt een gemeenschap. En die gaan ook mee met de uitwedstrijden. Dat was afgelopen dinsdag voor de Voetbal Rotterdam Cup tegen Hilligersberg. Ja, en dan staan er gewoon toch weer een aantal mensen langs de kant. Ook te kijken in Hilligersberg met windkracht 9 en regen. Want die willen toch weten wat hun club hier doet. Nou, dat is mooi en dat zie je bij de tegenstander ook. Dus, en gewonnen in die koken voor de wonderom. Ja, dat was de eerste set 6-2. In de tweede helft hebben we het wat rustiger aan mogen doen, gelukkig. Maar wel ook een hele leuke tegenstander in Hilligersberg. En dat komt straks op de zondag nog wel voorbij. Dat die ook weer dingen hebben meegemaakt dit weekend. Maar ook trainer Ketting daar is goed bezig. Kijk, we gaan het zien. Komen wij in 3D terecht en... alle lof voor Binnenmaas? Ja, fantastisch. Hè? Dat is maar net aan, hè? Ja, is volgens mij de tweede keer dit seizoen dat ze net aan... Ja, volgens mij wel de eerste keer in de competitie. Nee, dat is de tweede keer in de competitie ook, ja. Ik heb maar, het al een keer gelezen dat ze met hak over de sloot stonden in de rand. Maar gewoon met Binnenmaas, toch een ploeg die zoekende is naar de weg omhoog. We hebben het gewoon moeilijk. Knokken, we moeten echt heel hard knokken voor de punten. Ze komen niet vanzelfsprekend. Ja, en als je dan Feyenoord op bezoek krijgt en je houdt ze op 1-2. Jammer. Hij zat in een uitzending op, volgens mij, Hoekse Waard Sport. En daar zei hij van, joh, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen vanuit de gesloten verdedigingen. Je hebt ook een beetje het idee dat ploegen zich, die gaan zich er natuurlijk op insteken. Die hebben in principe al een nederlaag geïncasseerd in hun hoofd. En gaan dan kijken of ze een puntje kunnen halen, bij wijze van spreken. Ja. Tegen DHV werd het volgens mij 3-2. En nu 1-2. Ja.
Maar dat ga je dus krijgen dat ploegen zich gaan wapenen en dan wordt het heel moeilijk voetballen. Ik denk dat elke ploeg dat doet. Ja, maar dat wordt heel moeilijk voetballen. Ja, ja, maar goed, dan winnen ze nog steeds met 6-0 en Binnenmaas pakt het op 1-2. Dus ik denk dat een hoop trainers erg benieuwd zijn naar de wedstrijdanalyse van Binnenmaas. Ja. Grootlinden met 6-1. Ja. Net even te weinig voor om echt het spannend te maken denk ik, op de laatste loop. Houden de drukte wel op. Grote Linde knap, 6-1. Dus, maar goed, ze zullen binnenkort tegen elkaar spelen. En dan zal er een kwartje gelegd moeten worden. Ja, het verschil in doelsaldo is net even iets te groot. En dan spelen we beide tegen Seulto en EBOH. Ja. Grote Linde tegen EBOH. Beide ploegen staartploegen een beetje. Dus waarschijnlijk zal het doelsaldo beslissend worden. En dan is Feyenoord de eerste periode winnaar. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Ja. Ja, maar ik denk dat ze daar even genoeg mee nemen. We hebben het net over. Feyenoord? Ja. Net met Hellevoet over. Maar wat je zegt, het wordt wel elke week moeilijker, denk ik. Ook om dat elke week op te gaan brengen. Wat je aangeeft, elke ploeg gaat zich een beetje aanpassen. Je krijgt steeds minder ruimte om te voetballen. Het gaat heel erg makkelijk op een gegeven moment. Dus je spelers gaan erop. Er zijn altijd wel wat spelers die denken, nou, dat doen we het wel even vandaag. En dat, ik vind het wel knap als Harry dat gewoon elke week scherp kan blijven houden. Ja. Groot Lint doet goed mee. Ja. Heeft ook 6 punten voorsprong op bijvoorbeeld SSS en 8 punten op de eerstvolgende. Maar goed, en SSS is een ploeg die eigenlijk altijd in die top meedraait. Of af en toe er in ieder geval even in staat en het ploeg opeens lastig maakt in een bepaalde periode. En Pascal Hoek ook dit seizoen weer probeert de boel weer aardig op gang te krijgen. Dus 2-4 bij Seolte, dat is een regelmatige overwinning noemen ze dat dan. Maar ik verwacht ook wel dat de subtop zich op een gegeven moment gaat roeren. Als Grote Lint daar de druk op houdt, dan kan het nog best een mooie afdeling worden. En dan wordt het niet een appeltje eitje dit seizoen. In het kader van de Comeback Kids hadden we er weer eentje, want de IVV Zwervers kwam 3-0 voor tegen Schravendeel. Ja. En John Klein wist het nog, tenminste zijn ploeg wist het nog terug te brengen tot 3-3. 4B Zuid, daar vertel ik u dat ZBVH bezig is om in de strijdende periode. En daar ook hetzelfde als in 3D. Daar staan twee ploegen gelijk en daar is het doelsaldo plus 24 om plus 20. Dat is ietsje spannender dan in 3D qua doelsaldo. Zij worden met 5-0 van Vrederust en gaan aanstaande weekend bepalen, waarschijnlijk op doelsaldo, wie uiteindelijk de eerste periode gaat winnen. OFB pakte een punt na de overwinning op de eerste dag. 4 punten nu. OFB heb jij op snotje, hè? 0-0, knap. Ja, bij Bergen. Ja, bij Bergen, dus middenmotor. Ja, dus natuurlijk van de laatste plaats als ze gewonnen, dat waren de 3 en nu op 0-0. Dus het lek is boven voor Wouter. Kijk. Goed, top. Ja, en alleen in 4G. Natuurlijk met Rukanje bovenaan. Waarbij, jij denkt, ik ga van 4D naar 4G? Ja, je zat in 4 toch? Ja, maar ik dacht misschien leuk om 4E ook nog even. Ja, nee, ik denk, dan gaan we. Nee, terug, 4G, dan gaan we naar 4G. Ja, Rukanje. Ja. Nee, sorry. Nee, ik kwam Ron van Nek tegen. En Rukanje natuurlijk knap, hè, 19.7. En die willen natuurlijk weer zo snel mogelijk terug naar de derde klasse. Dus ik denk dat ze daar op schema ook SNS probeert weer aan te haken. Dat zijn toch twee ploegen die. Ja, een beetje tussen de derde en de vierde klasse inwippen. En dan moet je er toch maar weer zien uit te komen. Nou, dan heb je nog wel een dingetje in die afdeling. Dat is Medisant, de jonge Spartaan. Nou, Medisant uiteindelijk met 10 man komen toch nog knap terug. En krijgen in de allerlaatste minuut van de blessuretijd toch nog een strafschop tegen. Nou, natuurlijk heel dorp en Leiden een last. Maar ik sprak Ron van Nek nog. En zei, het is gewoon een terechte strafschop. En je moet je verlies weten te pakken op dat moment. Wel zuur en was er nog wel eventjes ziek van, maar op een hele sportieve manier toch opgepakt. En in die contraille is de jonge Spartaan Medisant wel een dingetje. Dus, Peter Mars van Nauta haalde hem uit in de laatste minuut en heeft 4 op rij. Hè? Ja, want dus, hij begon met 3 nederlagen, nu 4 overwinningen. En Sajan Detail is dan volgens mij dat de jonge Spartaan speelt tegen Rokanje. En dan kunnen ze de periode winnen. Dus. Bij SNS scoorde 3 keer Mellaert. Hij was groot aandeelhouder in de overwinning op DVV, inderdaad, zoals je noemde. Gaan wij toch nog even naar 4E? Ja, als u het goed vindt, dan. Want daar is bijvoorbeeld SVV Hermes DVS gespeeld in Schiedam. Nou, dan kom ik toch weer even bij jou uit. 0-2. Ja. SVV op zaterdag begonnen. Gaat dan jouw rood-groene hart in de versnelling? Ja, ze spelen ook in het rood-groen. Ja, daarom. Ze, ja, dus je kan op zaterdag en zondag naar de kleuren kijken. Ja. Maar? Ja, ik heb rood-groen bloed. Simpel. En ik vind het leuk dat ze op zaterdag begonnen zijn. Alleen,
Ik hoor mijn maatse zoon die speelt bij Sevene Jeugd en die spreekt Oswin, de trainer van de zaterdag wel eens. Die heeft heel veel blessures en wat jongens die voor de werk weg zijn. En die zegt dat hij rond de winterstop weer compleet is. En dat ze dan, Oswin gaat altijd voor een periode. Toen hij bij DGS zat ook, zei hij op de eerste wedstrijd, we gaan voor een periode. En dat zegt hij nu weer. Dus ik hoop ook dat het gaat lukken. En alleen Hermes DVS doet het wel heel erg leuk. Ja, die staan nu bovenaan. Ja, staan bovenaan. Gaan voor de eerste periode. Ja. Dus leuk ploegje. Rico Uiterbroek trainen. Hele gemotiveerde gozer. Dus het is wel een leuke wedstrijd. Ik volg SSV wel een beetje natuurlijk. En, maar meer op zondag dan toch nog? Of? Ja, dat trekt me wel meer. Ja. Daar gaan we het straks dan over hebben. Sparta HBSS. Met uiteindelijk 2-2 na een 2-0 voorsprong voor Sparta, maar HBSS is toch nog terug te komen. Ja, ik heb genomen dat HBSS toch wel de bovenliggende partij was. Dat Sparta heel erg op de counter speelde. Dat hadden ze niet verwacht. Dat ze het potje eigenlijk wel uit hadden moeten halen. He, er zit natuurlijk in Schiedam, dus op Facebook, je ziet allemaal berichtjes voorbij komen. Uh-huh. Maar Sparta is begonnen met de zaterdag. En HBSS doet het heel behoorlijk, want ik heb tegen HBSS voor de beker moeten voetballen. Best wel aardig af te staan, fysiek en compleet elftal. Misschien hebben wij ten onrechte wel Sparta bestempeld als titelkandidaat. Ook ik heb ze toen zien spelen tegen het grote Sparta. Het was ik best wel onder de indruk hè, van de spelers die er waren. Er liepen ook wel spelers bij dat je dacht van oké, het moet wat breder worden. Hoewel, die spelers niet met de selectie. Het valt dan toch nog, als je kijkt naar de ranglijst, als je dat hebt gezegd, valt het een beetje tegen. Nu lijkt het alsof Hermes DVS en Herman dat en VOB. Ja, VOB is echt schitterend, VOB. Ja. Ja. Maar er zijn ook wel een paar spelers naartoe gegaan. Ja. Oh, opa, maar. Ja. Maar ja, dan zie je dat het wel ja, werkt. Ja, als je de club VOB ook kent, dan voel je in alles dat het elke zaterdag een groot feest is. Ja. En er is een heus gat, want tussen nummer 7 en 8 is inmiddels 5 punten. Tel ik u nog in deze afdeling dat de LMO met 4-2 won van Hilligersberg. Nou, op zich is dat een hele regelmatige overwinning. Maar wat is er dan zo bijzonder? Tyron Sambo, hij scoorde 2 keer en dat was zijn 10e van het seizoen. En dan weet u het bij LMO, dat is een bucket kip. Dus daar wordt van de week lekker een bucket kip gegeten. Dat zijn allemaal feitjes waar u niks aan heeft, maar wel te horen krijgt. In 4F, daar stond een topper op het programma DRL GOZ. En dan 1-5. Is iets te hoog, voor mijn gevoel. Tenminste, het is zo, dus daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ja, dat heb je in toppers. Nee, dat kan gewoon zo lopen. Op een gegeven moment dan komt een van de twee ploegen achter en dan gaat de andere alles of niks spelen, vol gas erop. En dan kan je de omschakeling gewoon rechttikken. Ik weet niet of dat nu ook het geval is, maar een uitslag. Vind ik bij een topper vind ik dat niet zo raar hoor, dat dit soort uitslagen soms voorbij komen. Nee. MBSVV staat daar bovenaan. Zij wonnen met 3-2 van Sparta na een 3-0 voorsprong. En mogen het volgende week gaan uitmaken bij OSV of zij die periode daadwerkelijk op pakken of dat GOZ dat gaat doen. Zijn we volgens mij eentje vergeten? 4D? Ja, 4D. Lekkerkerk bij de Rambach. Lekkerkerk bij Rambach was die wedstrijd was vorige week. Nu Lekkerkerk naar Rijnstreek. 2-6 winnen. Mm-hmm. Is goed. Rijnstreek staat ook onderaan, maar het moet wel even gebeuren. Daarna zie je bij Rambach van Noordeloos winnen. Dus ook bij Rambach weet de weg weer een beetje omhoog te vinden. Maar wat wel knap is, is natuurlijk het project IFC. Wat naast de Streefkerk samen in de vierde klasse dat doen. Ik wil Streefkerk is wel een ploeg die al een aantal jaren in de vierde klas speelt. Vorig jaar het kampioenschap net gemist heeft ten opzichte ten koste van Asperen. Die dan weer bij ons in de afdeling zitten. Dus wel een ervaren ploeg. Dus die willen ook gewoon naar die derde klas toe. En IFC heeft natuurlijk als doel om zo snel mogelijk een aantal niveaus hoger te spelen. Zodat ze hun jeugd ook een platform kunnen bieden voor de ontwikkeling naar de zondag. IFC SPV 3-0. Ja, dat vind ik op zich nog wel knap. Jij en ik kennen SPV misschien nog iets meer. Is nog knap dat SPV... Dat maar 3-0? Ja. Voor de SPV? Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Ja, dus, aanstaande weekend is het daar Lekkerkerk IFC en Bergambach Streefkerk staan allebei op plus 14 en een even aantal punten. Ja. Dus het wordt bij jullie in de buurt beslist. Ja, dus nou, ik las ook Fred van Zon, trainer Lekkerkerk, zei van dat hij graag tegen die ploegen wilde spelen om te zien waar hij met zijn eigen groep staat. Dus ik denk dat dat een goede insteek is en ik wens Fred van harte al wat succes toe daarin. Goed, mocht u willen kijken wie daar periodekampioen wordt, of dat IFC is of Streefkerk. Lekkerkerk en Bergambach liggen ongeveer 10 kilometer uit elkaar. Twee rotondes. Ja. We hebben
voor wat we weten en wat we kwijt kunnen in deze hele lange uitzending eigenlijk iets te lang alles verteld. We hebben u weer hopelijk van alle informatie voorzien. Wij gaan naar de zondag, dus blijf te kijken.